Sanne, 3 keer op een rij goud. Hoe is dat? Ja, bizar en nog een beetje ongelooflijk wel. Het is natuurlijk een paard dat wat heel veel mogelijkheden heeft, heel veel talent, heel veel kwaliteit. Maar hij blijft me toch wel een beetje verbazen, moet ik zeggen. En deze dagen, hij heeft het zo fantastisch gedaan. En hij blijft zo fit en zo ongelooflijk zijn best doen tot en met de laatste lijn. Ja, geen woorden voor. We hoorden net dat je de eerste bent die niet Brits is, die de hattrick voltooit. Dat maakt het nog specialer, hè? Ja, het is wel een paard dat records breekt, inderdaad. Hij was natuurlijk 2 jaar geleden, won hij voor het eerst voor Nederland dressuurgoud op de Paralympische Spelen. Gisteren wonnen we dan voor het eerst in de geschiedenis teamgoud op een internationaal kampioenschap. En dan vandaag zelfs nog helemaal mooi af kunnen maken met goud in de kuur. Dat, ja, ongelooflijk. Zag ik jou nou met een big smile op het paard zitten? Ja, wat wil je dan? Als een paard zo zijn best voor je doet en het gaat allemaal zo makkelijk en zo fijn. En dan heb je ook nog muziek die jou helemaal het goed gevoel geeft, een goede energie geeft. Ja, dan kun je toch ook niet anders dan genieten. Wat dacht jij toen je de score hoorde? Ja, nou, ik hoorde geen score. Ik hoorde eigenlijk alleen maar de bondscoach zeggen, jij hebt hem. Ja, dus dat, uiteindelijk is dat waar het om gaat. En die score, die kon mij niet zo heel veel schelen. Maar wat dacht je toen? Ja, fantastisch. Je denkt dan eigenlijk niet zoveel meer. Dan is het gewoon heel veel emotie en blijdschap en dankbaarheid. En dan gaat er zoveel door je heen. Je hebt natuurlijk een hele weg afgelegd om hier te komen. Dat geldt voor iedereen. Het hele seizoen staat in teken van deze week. En dan, vanaf het moment dat je geselecteerd bent, moet je nog bij de selectie rijden. En als je er dan bij zit, dan gaat er heel veel papierwerk komt erbij kijken. Heel veel voorbereidingen. Ook op fysiek gebied, je wil je paard hier op en top aan de start kunnen krijgen. En je weet dat de omstandigheden best zwaar zijn. Het is echt heel warm, de luchtvochtigheid is heel naar. Het is echt een heel akelig gevoel de hele dag door. Dan heb je het geluk dat er heel veel mensen zijn in mijn team die daar verstand van hebben. En die me daarbij hebben kunnen helpen en adviseren. En we hebben er eigenlijk alles aan gedaan om te zorgen dat hier alle omstandigheden goed waren om te presteren. En dat is dan ook echt allemaal het juiste moment in elkaar valt als een, fantastisch. En ook toch nog even die gedachte aan het andere paard, hè? Ja, ik kwam hier natuurlijk als wereldkampioen Kuur op Muziek met Vedette. En Vedette is het paard waar ik waanzinnig veel aan te danken heb. Toen ik thuis wegging, was hij nog wereldkampioen. En als ik straks thuis kom, dan is zijn buurman het. Wat een toppetjes heb jij op stal. Ja, daar mag je alleen in je handjes knijpen. Dat is echt wel iets om heel erg dankbaar voor te zijn. En hoe ga je dit vieren? Nou, we gaan eigenlijk eerst nog even bij de andere Nederlanders kijken. Want we hebben zeker alle drie, Frank, Nicole en Rix, die hebben zeker ook nog medaillekansen. Dus daar gaan we heel hard voor juichen. Dadelijk even een oranje shirtje aan en met de vlag het podium of de tribune op. En dan hoop ik dat we vanavond heel wat te vieren hebben met z'n allen. Tot slot, waarschijnlijk de vraag die je nog heel vaak zal krijgen. Wat nu nog? Nou, goud prolongeren in Tokio is het ultieme doel. De beste worden is 1, de beste blijven is echt het hoogst haalbare volgens mij voor een sporter. Dus daar gaan we zeker voor. Ja, daar is alles op gericht. En dan hier de triple, daar gaan we nu even lekker bij stilstaan. En als we dadelijk thuis zijn ook nog even van bijkomen. Maar daarna gaat het vizier echt wel weer richting Tokio. Geniet ervan. Dankjewel.